In het drijvend paviljoen in Rotterdam is dinsdag een nieuwe vloeibare brandstof gelanceerd. Shell Gas to Liquids Fuel is gemaakt van aardgas en kan zonder aanpassingen worden gebruikt in alle voertuigen met een dieselmotor. Shell heeft deze nieuwe brandstof GTL Fuel ontwikkeld omdat wij op zoek zijn naar alternatieve brandstoffen voor olie. En deze brandstof is gemaakt van aardgas en dat levert een hele prachtige schone brandstof op. Het belangrijkste voordeel van GTL Fuel is dat het een schone brandstof is. Dus minder uitstoot, minder stikstof, minder zwavel, minder roet. En als we dat toepassen in stedelijke omgevingen waar vrachtauto's rijden, in de vuilnisverwerking bijvoorbeeld of de stadsbussen, kun je echt een belangrijke bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit in de steden. En we weten hoe groot dat probleem in Nederland is. De nieuwe brandstof is in Amsterdam bedacht en vervolgens verder ontwikkeld in Bintulu, in Maleisië en in Qatar. GTL Fuel werd in 1973 in Amsterdam in het lab van Shell ontwikkeld. Vervolgens hebben we na jarenlange ontwikkeling en research een fabriek neergezet in Maleisië, in Bintulu, in 1993. En tenslotte hebben we in 2011, vorig jaar november, de fabriek op wereldgrote schaal neergezet in Qatar. Afvaldienstverlener van Gansewinkel laat dit jaar ongeveer 60 voertuigen rijden op de nieuwe brandstof. In die periode test het bedrijf het effect op de luchtkwaliteit en de invloed op het onderhoudspatroon. Frans Winkel heeft voor die proef met GTL Fuel gekozen omdat we eigenlijk constant op zoek zijn naar nieuwe manieren om onze voertuigen voor te sturen. Dat zijn zo'n 1600. En deze proef met 60 voertuigen nu, ja, dat is een manier om voor ons toch echt te testen of inderdaad de uitstoot en de fijnstofgehalte en ook de gezondheid voor onze chauffeurs en beladers achter de voertuigen, of die beter is. En die proef heeft dat bewezen. Shell GTL Fuel is voorlopig alleen beschikbaar voor professionele dieselgebruikers. Vanuit het depot in Arnhem is 80 miljoen liter per jaar beschikbaar.